Hoi, ik ga je laten zien hoe je met twee kleuren oogschaduw jezelf kan opmaken. En omdat het op een filmpje niet zo heel erg goed te zien is, het valt een beetje weg door het licht, gebruik ik even twee opvallende kleuren. En uit deze palet van Dior, Seascape heet die. Ik ga de blauw en de lichtere blauw doen. Oké. Wat je eerst moet doen is oogschaduwbasis aanbrengen. En we gaan eerst de lichtste kleur doen. Deze dus. En dan doe je de binnenste helft mee. Lichte kleuren altijd aan de binnenkant doen. En dan pakken we de knalblauw. En die ga ik hier doen. Aan de buitenste kant. Nu ga je die kant op bewegen met je kwast, zodat het in elkaar overloopt. En een beetje nog zo vervagen. En dit is hoe je twee kleuren oogschaduw aanbrengt. Dit kan je dus met allemaal tinten doen. Bijvoorbeeld met bruin, naturel of paars, roze, wat je wil. En dan doe je nog mascara en dergelijke en dan ben je klaar.